Oh! Oh, oh, oh! Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Martijn, je had een ontzettend leuk initiatief. Je zei, Joost, zullen we de oudjes gaan verrassen? Ja, ik ben ook vooral heel nieuwsgierig, want dat is het format. Ja. Hoe gaat het nu met de oudjes? Je zit er nu toch al 4 weken in de lockdown. Ja. Ze mogen maar 1 persoon per dag ontvangen. Heel dat weinig. Moet pittig zijn. Om daarnaast ook nog eventjes een duwtje in de rug te geven. We nemen een favoriete drankje mee. Wat bloemetjes. Lekker, een advocaatje. Met slagroom. En kerst op de taart. Komt er ook een beetje voor ze optreden? Dat is leuk. Dus we gaan een beetje zingen en swingen. Beetje dansen. Ah, leuk. Beetje chansen. Karma punten pakken. Zo is het. En ouderen blij maken. Dat wordt vandaag. Nou, laten we doen. Laten we bloemen halen. Wij zijn op zoek naar een paar mooie bloemetjes voor de ouderen. Maar kijk eens. Nee, hartstikke bedankt. Top. Moeten we nog afrekenen? Dankjewel. Nee, het is goed zo. Het is voor de oudjes, hè? Zo is het. Nou ja, zo kom je ze gaas bloemen. Ja, ik zie de karma. Het staat er gewoon op. Fijne dag, hè? Jojo. Oké, Joost, we hebben de bloemen. Ja. We hebben hier de alcoholische snaperintjes. Nee, dit is echt Hollands ouwe, dit hoort. Dit is met slagroom, advocaatje, het ziet eruit mee als gele vlam, maar dit is... Dit is echt gewoon alcohol. Maar we moeten natuurlijk ook een beetje aan die 1,5 meter gaan houden. Zeker met de wat oudere, kwetsbare mensjes. Dus dat heb je heel goed ingedekt. Op deze manier... Aanreiken. Hou ik 1,5 meter afstand. Dit doe je hartstikke goed. Ja, misschien moet je er nog niet aan gaan zitten met je gebouw. Ja, maar ja. Kut zo. Oké, ik drink deze op. Ja? Maar we gaan wel gewoon. Gaan gewoon all the way. Jij gaat de prostaat checken van de mensen. Ja, dat ook, als je er toch bent. En dit is safety first, Joost. Ja, je hebt groot gelijk. Hey, drink jij even dat ding op? Ik zie je boven, ja? Zie mijn smaak. Ga jij eerst? Nee, we gaan samen. Gaan we samen? We gaan samen. Cool. En als het goed is, hebben deze mensen geen idee wat hun gaat overkomen. Verrassing van het jaar. Ja. Nee, Joost, daar gaan Moeten we niet we daar heen? Nee, gaan we niet heen. Gaan we niet doen. Kantelen. Joost, het ding gaat kantelen. Overkeerde kant. Gaan we niet doen. Joost. Hoe werkt dit? Ja. Oh. Ga jij even laten zien dat het bakje er helemaal heen gaat? Ja? Maar hoe ga jij eruit dan nu? Nou, het is meer eens opletten hoe ik eruit ga. Moet jij eens opletten dat jij er niet uit gaat? Nee. Joost. Hallo. Oh! Joost, terug. Joost. Oh, ik ga je zo slechten, joh. Ik haat dit. We zijn er. Rustig. Dit is zo'n kut idee om dit met hoofd te doen. Het was jouw idee. Ja. Oh! Op dit moment staan we op 1 hoog. We moeten helemaal daar naartoe. Maar goed, we zijn bij de eerste vrouw. Die moeten we even een advocaat geven, gast. Ja, we komen daar niet. Jawel, daar komen we wel. Nee, Joost. Ik heb een knopje gevonden. Joost! Ik weet nu welk knopje het is. Oh, het is gelukt. Goedemiddag. Kijk eens, mevrouw. Ja, helemaal goed. Hoe gaat het met u? Kijk eens, een roos erbij. Zoals het redelijk is, is het deze keer goed. Het gaat goed met u? Ja, meneer. Kijk, daar is ook een meneer. Ach, die mannen. Tot ziens. Kan ons dat schelen, die mannen. Hallo mevrouw. Er is niemand thuis hier. Kut. Nee. Kut. Ze moeten nog geen hoger. Nee, ik ga niet hoger. Jij wilde een oudste blij maken. Ik wilde niet. Ik ook. Mijn leven hiervoor riskeren. Dat doe je ook niet. Je staat gewoon in een hoogwerker, maar we zijn poesies. Dit is wel hoog, man. Dit is hoog. Hier is niemand thuis. Tering. Waar komen we eerst bij de derde? Dit is fucking hoog. Okay. Dat kan ik net niet zien, man, of iemand Nieuw thuis plan. Is. Oh, kijk even eerlijk. Kijk nou hoe leuk hoeveel kaarten zij heeft. Goeiedag. Ik vind het heel fijn om te zien dat er zoveel kaarten voor mevrouw liggen. Goedemiddag. Kijk eens, mevrouw. Die is voor u. Houdt u van een advocaatje? Kijkt u eens. Pakt u maar een lekker advocaatje. Alsjeblieft, hoe gaat het met u? Gaat het niet zo best? Zou wij u mogen opvrolijken? Houdt u van een beetje muziek? We hebben een band geregeld voor alle bewoners hier, dus ook voor u. En die gaan zo meteen voor u optreden met allemaal leuke nummers uit de jaren 50 en 60. En dan gaan we even met elkaar op afstand natuurlijk dansen en zwaaien. En als het lukt een beetje meezingen. Dan hoop ik dat u wel een mooie fijne dag heeft. Heel veel sterkte. We zijn aan het klungelen, maar dat doen we oprecht goed. Dat zo'n vrouw dit oprecht goed doet. Heel onhandig wat we nu aan het doen zijn. Ja, we hebben bloemen, we hebben een richtmicrofoon, vlogcamera. Op een vierkante meter de advocaatjes. En we hebben een lepelaar. Ja, en we hebben maar, totaal maar 4 handen. Ja. Werkt niet.
Ik wil nog heel graag naar de vierde. Heel graag. Alleen, ik krijg net te horen dat dat niet meer mag, omdat we te erg aan het klungelen zijn. Ja, dus... Het duurt te lang, de oudjes worden onrustig en het bandje gaat zo beginnen. Daarom. Wij mogen de advocaatjes meenemen naar de band. Ja. Die worden dan rond de dus langs de bewoners gebracht met een bloemetje. Ja. Dus iedereen krijgt ze wel. En die kunnen gewoon een beetje dansen en chansen op de muziek. En dan dansen ben je zwaar. En chansen, daar zijn we goed in. Ja, toch? Ja. Jij iets beter dan ik. Dit is niet ons ding. We worden blij dat we de hoogtijd zijn. Kijk eens. Als je dacht dat de hoogwerker fout ging, dan hebben we een publiek van 4 man. Ja, maar weet je wat het is? Niet iedereen kan hier beneden bij zijn. Maar oh, is dat boven zo? Op de balkons staan er nog een aantal te kijken. Dus er zijn meer mensen die van deze muziek gaan genieten. Kom je lekker van de muziek genieten? Doe er een lekker advocaatje bij. Alsjeblieft. Lekker advocaatje. Dankjewel. Geniet ervan. We hebben een hele leuke band voor jullie geregeld. Dank u wel. Wij hebben speciaal voor de corona en voor de mensen hier hebben wij een setje uit de jaren 50 en 60 ingestudeerd. Ja. Dus uit hun tijd, zeg maar. Ja, precies. Wat ja. Leuk. Denk je dat er een beetje ruimte is voor Martijn om zometeen ook mee te MC'en, om de sfeer een beetje op te hypen? Ja, daar waren we wel vanuit gegaan, ja. Hebben we er nog een beetje zin in? Het kan beter, Martijn, kom op. Als ik zeg hey, zeggen jullie ho, hey. Hey. Oh, hey. Ik zou zeggen, jongens, zet hem op. En tijd om de voetjes van... En zo is het maar net. En hou je grote mond dicht. Wij vroegen ons af of jullie een van jullie het leukste vinden om een nummertje mee te zingen. Wat gaan we ook weer zingen? Proud Mary. Proud Mary. Ja, maar dan lopen jullie allemaal weg. Nee, dat vinden we hartstikke leuk. Kom maar even bij, mevrouw. Nee. Moet Joost het dan echt gaan doen? Dat wilde ik net zeggen. Joost, kom erbij. Kom, we doen het samen. Maar dan verwachten we wel dat jullie allemaal met ons mee gaan dansen. Zijn we klaar voor? In 3, in 2, in 3, 2, 1. Ja, precies. Nee. Joost, ja. De hoogwerker, not so much. Nee, het was niet echt een succes. Dit is een succes. Dit is veel beter, veel gezelliger. En, ik zie de oudjes gewoon lekker meeswingen. Ik zie ze proberen mee te zingen zelfs. Ik zie ze lachen. Ik zie ze meeklappen. Ja. En ze hebben echt een leuke dag. En om jouw vraag te beantwoorden waar je nieuwsgierig naar was. Hoe gaat het met de oudjes? Ja, nu weer een stukje beter. Ja, als je gewoon een beetje aandacht besteedt aan ze, dan kan je een dag al maken. Ja, dus ga allemaal nog eventjes langs je opa of oma. Dan zien we jullie volgende week. Tot ziens, later. Wij gaan nog even swingen. Wij gaan even swingen en zingen. Nee, dat zingen moeten we niet meer doen, man. Dat zingen moeten we gewoon niet meer doen.